Goedenavond allemaal. Nou, dit is mijn allereerste filmpje. Ik ben Martine, voor degenen die het nog niet wisten. En vandaag een kleine mondelinge review alvast. Over dit dingetje hier. Dit is de L'Oreal Resist and Shine Liner. Voor de French Manicure. Nou ja, zoals jullie misschien al eerder in een artikel hebben gezien, heeft Willemijn van zichzelf echt hele witte nagels. Nou, ik helemaal niet, zoals je ziet. Ik moet ze ook nog even mooi maken hoor. Ik moet ze nog even veilen en even een beetje, nou ja, erbij doen. En ze zijn ook niet zo lang. Die van mij breken best wel gauw af. Maar ik ga eens testen of dit product echt een mooie witte lijn op mijn nagels geeft. Nou, het is een soort pennetje. En hier zie je hem. Het lijkt wel een beetje op Tipex bijna. Nou, hij is dus van L'Oreal. Hij is te koop bij de Kruidvat. De prijs wisten we eigenlijk nog niet, maar die zoeken we nog even op. En ik ga nu vooral het gebruiksgemak testen. En dus ga ik even mijn nagels veilen en dan met het pennetje erop doen. En even kijken of dat makkelijk is, want ik ben rechts. Dus ik verwacht dat links best goed gaat, maar die rechterkant wordt volgens mij echt een ramp. Dus dat wordt leuk. En vooral test ik nu het gebruiksgemak en later komt er nog een artikel over hoe ik hem daarna vond. Hoe lang die heeft gezeten en of ik het nog eens een keer zou gebruiken en natuurlijk het cijfer. Dus, gaan we... Nou, dit is dus een hele korte nagel zoals je ziet. En is niet heel mooi aan de randjes, dus die ga ik even veilen. Het is altijd de noodzaak eigenlijk om van buiten naar binnen te veilen. Dus ik trek nu even een beetje mijn huid weg. Bibber helemaal. En dan doe je hem zo. In een ronde beweging van buiten naar binnen. En aan de andere kant doe je het eigenlijk net zo. En zo ga ik elke nagel af. Dus deze ook zo. Zo krijg ik een beetje een mooie en ronde vorm. En de andere kant ook. Zo. Nou, dan gaan we nu beginnen. Ik begin met mijn linkse hand. En dat doe ik dan natuurlijk met rechts. En ik denk dat je hier wel een hele vaste hand voor nodig hebt. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat Willemijn en ik deze open gingen doen, was echt een gedoe, want er kwam eigenlijk helemaal niks uit. Volgens mij hebben we toen heel veel geschud en geduwd en uiteindelijk kwam er wel iets uit. Dus dat is wel een beetje een nadeel, want ik dacht eigenlijk eerst dat er helemaal niks uit zou komen. Nou, ik doe het voor de camera nu even zo, maar ik zie altijd dat het een echte gedoe is. Maar dat was mijn duim, dus dit moet wel gewoon goed gaan. Dit is wel echt een precisiewerkje. Ik doe maar even streepje voor streepje, niet in één keer. Misschien als je een hele vaste hand hebt en vroeger goed in tekenen was, dat je dat goed kan. Zo. Ik heb zelf van Bourjois ook trouwens een witte nagellak, precies, die kwast is precies in zo'n halve maanvorm voor je nagels. En op zich, die vind ik wel best goed werken. Dus ik ben benieuwd wat ik nou fijner vind. Een nagellak of zo'n pennetje. Op zich is het best makkelijk, maar... Nou, het is wel een heel klein inie-mini nageltje. Ik ga het toch proberen. En ik merk al wel gauw dat ik heel snel op mijn huid van mijn nagel zit. Nou, dat komt of omdat ik misschien niet zo'n vaste hand heb, of omdat het pennetje best wel dik is. En mijn nagel is natuurlijk best wel klein. Nou, oké. Okay. Dit is dus één hand en één laag eigenlijk. Ik zie hier dat ik dit nog eigenlijk wel meer zo mag doen. Zo. Ja, dit is wel lastig hoor. Nou. Ik weet het niet. Ik heb een beetje het gevoel alsof ik net met Tipex mijn hand op zitten doen. Nu ga ik dus links. Nou, dit wordt... Oké, okay, dit wordt echt een verschil. Ik doe even zo. Oké, als je in je eentje bent, is dit echt een verschrikking. Want op zich met dat kwastje van Bourjois hoef ik maar één keer de helft zo erop te doen en de andere ook. Dan ben je eigenlijk best wel snel klaar, maar... Oh nee, ik ben hier echt heel slecht in. Zeker met links. Jemig. Nou, zoals jullie zien, is dat dus echt heel lastig. Voor Willemijn zou het waarschijnlijk andersom lastig zijn. Aangezien zij links is. Nee, oké, okay, dit vind ik dus echt in gebruiksgemak. Vind ik dit echt, nee.
Niet zo heel goed. Nee, echt, echt. Nee, dit is echt erg, jongens. Of in ieder geval meiden. Nee, zie, dit is echt helemaal. Oké, ik kan nu eigenlijk wel stoppen. Nee. Het is misschien wel leuk voor je linkerhand. Maar dit zou ik echt aan iemand anders vragen, denk ik. Want. Zal ik het afmaken? Dit wordt echt helemaal niks, zie je? Dus. Nou, dat is eigenlijk. Dit vind ik echt een heel groot minpunt. Eigenlijk. Want ja, ik wil het wel zelf doen. En nou moet je aan iemand anders vragen om. Om het voor jou te doen. En. Ja. Ik doe het eigenlijk liever helemaal zelf, maar ja. Baart oefening misschien kunst? Nou, je moet echt goed. Ik hou nou zo die pen vast. Als ik hem zo vasthoud. Misschien baart oefening kunst. Ik hou hem nou iets anders vast. Nou, als ik hem iets anders vasthoud, gaat het wel iets beter, zie ik. Maar ik vind het nog echt een. Nog steeds een ramp met je dominante hand. Op zich ziet het er wel mooi uit. Ja. Maar ik krijg wel toch een beetje een T-Pex gevoel. Volgens mij kan ik dit met T-Pex ook nog wel doen. Zo ziet het er ook een beetje uit, zie je? Het is niet echt één keer glad. Maar ik zie ook echt dat ik met zo'n pennetje getekend heb. Misschien dat je het op camera niet zo heel goed ziet, maar ik zie het zelf wel. Het is echt net opgedroogde T-Pex. Misschien als je er nog nagelijk overheen doet. En dit is natuurlijk wel beter voor je nagels dan T-Pex. Nogal logisch. Nee, ja, misschien oké als je na het oefening baart kunst. Maar ik vind het wel heel irritant. Dus misschien hoe vaker je oefent, hoe beter het gaat. Zo, dan was dit dit. En die eerste is nu. Ja, hij droogt volgens mij. Dat is wel een voordeel. Hij droogt gelijk op. Dus dat is wel heel handig. Ik heb net deze. Oh, nou, deze moet nog even drogen. Maar deze heb ik nog maar net gedaan en die is eigenlijk helemaal droog al. Dus dat is wel een pluspunt. Maar ik vraag het me af hoor. En doe er even een lakje overheen van Hierome. The Rich Filling Base Coat. Dus gewoon een basiscoat. En doe ik dan ook over het wit heen. Dat is dus natuurlijker. Anders dan heb je echt van uberwitte nagels. Nou, dan is dit het. Resultaat dus. Ik heb het wel redelijk snel gedaan. Maar ik vind nu al dat deze hand er beter uitziet dan die andere. Valt het jou niet zo op? Ja, ik zie het wel. Ja, dit is gewoon echt je niet-dominante hand. Dat zie je gewoon dat hier zie je wel. Geknoeid. Maar ik denk, ik vind dit er toch best goed uitzien. Ja, op zich vind deze hand die wel goed beter gelukt is, zeg maar, die vind ik wel. Op zich ziet het er wel heel natuurlijk en heel mooi uit. En het pennetje droogt ook heel snel. Deze vind ik mooi, je wijsvinger. Deze? Ja. Ja, ik vind de ringvinger ook wel mooi trouwens. Deze. Ja, dat vind ik ook wel. Op zich, hij kan mooi zijn. Ik denk wel dat het veel oefening nodig heeft. Nu is alleen nog even de vraag hoe lang dit blijft zitten. Of het niet gaat chippen. Of dat je van die tips krijgt erin. Zo. Nou ja, dat was het nog even de vraag. Dat laat ik jullie nog weten, maar. Dit is het. Misschien dat het van veraf er nog leuker uitziet. Ik vind het in ieder geval wel altijd heel mooi dat je van die witte randjes hebt. Het ziet er toch altijd net wat mooier uit dan mijn eigen kleur. En aangezien we niet allemaal gezegend zijn met mooie witte nagelranden, is dit misschien wel een uitkomst. Het is alleen denk ik veel oefenen met deze. Die ga ik nog wel een keertje overnieuw doen of aan iemand vragen, want dit vind ik er zelf niet uitzien. Maar ik vind deze aardig gelukt voor een eerste poging. En het artikel krijgen jullie nog te lezen. En dan vertel ik er meer over. Dus, dit was hem. En ik doe nog een aanbeveling of het een handig product is. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Dus ik ga ze eerst even, even die oude nagellak eraf. Kijk hoe mooi. Welke nagellakcreme moeten we gebruiken? Welke is dit? Even zien hoor. Het in te fluisteren. Oké, dat gaan we. Hij is van Kruidvat. En dat is. Ik ben heel goed in liplezen.